Hoi, hele goede avond. Vandaag hebben we een Nederlands mukbang met de enige echte. Uiteindelijk niks meer van dat Engelse gezeik. Ik bedoel gedoe. Maar nu op zijn Nederlands gewoon ouderwets lekker wat vreten laten zien. Klassieke broodje frikandel, jongen. Man, alleen in Nederland heb je broodje frikandel. Volgens mij is het alleen maar Nederland, maar ik weet niet zeker. Ik heb hem nergens anders zo kunnen vinden, weet je. Met de patatje stoofvlees. Oh, patatje stoofvlees. En op zijn Engels, boeiend, Nederlands clip. Oh ja, toch. Uit. Andere keer. Heb jij andere patat over? Ik heb patatjes over, jongen. Patatjes met een satésausje. Oh, heerlijk. Oh, moet je kijken. Ik moet met de klassieke beginnen, man. Broodje frikandel. Broodje frikandel. Zo. Ik heb hier vlak achter me. Waar dan? Twee labradors. Huh? Die lusten wel wat, hoor. Maar ze krijgen niks. Hoe kom je nou onder de tafel vandaan? Ja, ze hebben trek. Ja, dat kan nooit. Als ze honger hebben, kunnen ze door de muur heen. Zo. Jongen. Zo'n kaassoufflé is echt zo lekker. Dit is een souffletje gevuld met kaas. Vandaar kaassoufflé. Heerlijk. Dat je stoofvlees ook echt bizar. Echt Belgisch mayo, dat is ook altijd een topper. Man, echt niet te kloppen. Belgisch mayo. Lekker smeug, heerlijk romerig. Man, dit gaat allemaal zo naar binnen, hoor. Ja, heerlijk. Of niet? Zo, zo meteen een heerlijke broodje. Het lijkt me wel broodje Bagdad. Zo'n er zit echt van alles en nog wat erop, jongens. Maar zo'n hamburger royaal. Zo, vlees, eitjes, gebakken eitje. En augurken, joh. Augurken, ja, dat zijn van die... In Amerika doen ze die dingen ook op de hamburgers. Nou, ik ben er helemaal weg van. We zijn nog nooit... Die moet er niks van hebben. Nee, man. Die van hem heb ik al op. De eigenaar, die kennen wij best voor lang. Denk ik al 10, 13 jaar? 17 jaar. Ik heb mijn broer ook heel goed... Maar hij weet, hij zegt nooit augurk op mijn hamburger. Hij is de enige die dat weet. Die weet dat Kieken dat niet lust. Ik haat hem. Ik zou echt niet weten waarom. Het hoort gewoon niet op een burger. Heerlijk, ja. Maar die hebben ook een hekel aan tomaat. Op mijn hamburger. Of te veel sla vind ik ook echt niet lekker. Daar heb ik echt helemaal geen ene bal van. Maar ja, jongens. Hoe is die broodje frikandel, jongen? He? Van mij. Heerlijk, hè? Van jou. Man. Patatje is echt niet te kloppen. Die kaasvlees is goed, man. Altijd. Ja, we zijn echt letterlijk in heel veel landen geweest. Afgelopen 15, 16 jaar. Maar een patatje. Nergens te vinden. Patatje stoofvlees. Broodje frikandel. Nergens. Als je het wil bestellen, stil Labrador. Als je het wil bestellen, kijk je je raar aan van, joh, wat heb je het? Wat bedoel je? Oh, weet je nog in Amerika, toen wij zeiden fries, geven ze ons gewoon een verdomd zakje Lay's chips. Dan denk ik van, broer, dit is toch geen patat, dit is chips. Fries en chips in Amerika. Is echt iets anders. En echt heel anders. Maar het eten over het algemeen daar was ook niet gezond, man. Maar ook echt gewoon prijzig ook. Nee! Dat zeg je niet goed, jongen. Nee, juist niet, daarom eten ze er zoveel van. De fast food in Amerika. Heel vies. Nee, het is op heel veel plekken goed. Maar ik wist nog. Het kost echt geen drol. Ik kon zweren toen ik eens een keer Red Lobster ging. Had ik macaroni met kaas. Dat was voor de helft niet iets warm. Dus ik wist sowieso dat was sowieso in de magnetron. Dat was zo'n magnetron. Ja, belachelijk. Microwave meal. Ja, die was echt niet te. Nee, dat was echt vrij, man. Echt. Zo, die chipotle sausje, die heb ik er zelf bij gedaan. Ik ga die hamburger daar gewoon. Die is hottie. Zo. Heerlijk. Ah, man. Oh, als een kind thuis in de achtergrond wordt schreeuwen als mijn zusje. Ja, we hebben eentje ontvoerd. Oh nee. Dat is een nieuwkomeling. Een nieuwkomeling, 9 weken oud al. Mijn dochter. Haley. Dat zou ik niet zeggen, maar... Zusje van Keegan. Perfecte meid. Eet goed. Slaap door. Geweldig. En als ze wat ouder wordt, geloof mij, dan lust ze wel een broodje frikandel of hamburger royaal.
Jongens, proost. Ja, kan niet, kan niet wachten. Proost. Toast. De ei is ook gigantisch, man. Ja, bizar goed. Ik vind het lekkerder dan McDonald's. Echt wel. Ja, maar ik denk, ik durf te zeggen dat het ook, ik weet het niet, gezonder dan Mac? Dan McDonald's? Ik weet het eigenlijk niet, jongen. Nou, fastfood is sowieso niet gezond. Ik weet het echt niet. Wel, zoos van die lippen af, jongen, anders worden ze gek. Man, dit is goed. Wauw, lekker man. Maar dat is ook echt niet duur dit, hoor. Je zou verwachten, dat is duur, maar dit valt. Ja. Dat was 15 euro of zo. Ja, dat was, dit valt mee. Dus dit is lokaal prijs. Chipotle. Moet je ook. Oeh, ik neem zo wel een hapje. Ja, echt lekker man. Maar ja, trouwens, volg me op Snapchat. Als je je afvraagt, ik heb heel veel mensen die zaten te klagen van... Je zei toch dat je mensen toevoegde, dat klopt. Maar als je geen mensen meer kan en mag toevoegen op Snapchat, dan moet je de limiet bereiken. Ja. Kan ik het helaas niet. Maar volg me op Snapchat. Keegan 9853. In de beschrijving staat het ook. En ook op mijn Instagram. Ja, helaas is de max bereikt. Dan moeten mensen je gewoon subscriben. Dan ben je de shark. Dan ben je een soort van bekend op Snapchat. Maar... Nou, ik denk dat iedereen op een gegeven moment een limiet... weet je, je mag zoveel. Nee, per persoon. Anders ga je... Ja, anders wordt het een grote bende, man. Hun app kan het niet handelen, heb ik gehoord. Of het is hun systeem dat die enigszins zelf een beetje beperkt is. Ja, dan kunnen ze misschien binnenkort wat aan veranderen in the future. Ja, en de reden waarom ik in het begin van de clip zei, zout lekker op met dat Engels. Ja, dat bedoel ik niet lullig, maar er wordt zoveel clips op allebei kanaals gemaakt. Alleen maar Engels, 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 Engels. Ja, dan wordt het toch op een gegeven moment een beetje moe van. Weet je, een Nederlands jongen. Nederlands familie, een beetje gemixt. Maar dan denk je toch van, jongen, je bent toch Nederlands? Waarom in hemelsnaam? Niet meer Nederlands clips. Zo, ik ben al heel lang aan het pushen voor deze. En ik wil binnenkort, eigenlijk volgende week, wil ik al een volwaardige, serieuze, Nederlands ASMR clipje maken. Nee, het is ASMR, niet ASMR. ASMR, sorry. ASMR. Wat ik vandaag meemaak? Het is nu Nederlands, het is ASMR. Ja, het is gewoon tientje als het ASMR is, man. Nou. Cringe of niet. Er moet gewoon meer van komen, want... Keegan krijgt zoveel commentaar. Op Snap. Ja, in ieder geval op deze kanaal, Keegan's Vlogs. Die willen wij trouwens veranderen, een andere naam geven, een andere banner. Ja, dat weten we nog niet. Ik moet er zien. Ja, dat gaat nog komen. Het begonnen als een vlogging kanaal, even voor de bij, maar het is een rap tempo gegroeid. En we merken nog steeds, of we merken dat mensen, ze vinden het toch wat. Ik weet niet waarom eigenlijk. So why not? Ja, het is af en toe denk je van, joh, wie zit naar dit soort dingen te kijken? Joh? Ik krijg wel sommige video's in Duits. Wie zit het verhaal erachter misschien? Ik weet niet. Ik denk allebei. Dat kunnen. Maar kijk, het is één ding om een vreedkanaal te hebben. Sorry. Een magmijn kanaal. Maar het is een totaal ander verhaal als jij... Ja, het verhaal sleutelwoord. Als jij daar echt wat leuks mee wil doen. Een verhaal eraan koppelen. Dat doe je vaak. Mm-hmm. Vind ik in ieder geval wel. Er is zoveel te vertellen, joh. En iedereen vindt het leuk, maar dat boeit ons ook niet. Je hebt altijd... Dankjewel. Je hebt altijd nou haters, jongen. Laat ik je vertellen, echte haters, hoor. Sommige comments, nou, daar val je bijna van je stoel af. Dat zou je moeder niet laten lezen, denk ik, maar boeiend. Blijven lachen en eten. Over eten gesproken. Ik heb ze nog niet verteld, denk ik. Wat? Dat ik een beetje aan het proberen te... Een beetje op een soort van dieet. Lukt best wel goed, redelijk. Maar het is moeilijk te mixen met een eetkanaal. Ik ben wel veel aan het sporten. Ja, dat is wel afgelopen 3-4 dagen. Ik heb gisteren alleen 8 kilometer hard gelopen, ja. Ja. Moeilijk, man. Ja, ging goed, toch? Dus je kilometers maar maakt. En gewicht heffen doe ik ook. Ik bedoel, ja, je ziet niks veel nu, maar... Ja, het is een soort van... Jawel, spieren. Man, die hamburger is spieren. Ik moet mijn meid indrukken. Indruk. Jij moet een meid indrukken? Indruk maken, juist.
Vriend, dat zou misschien verkeerd geconstateerd kunnen worden. Wat? Ja, wij snappen het wel. Met een knappe, mooie, leuke meid zou je even het eerste moet maken op een meid, ja. Moet je toch wel indruk kunnen maken. Je moet niet verleerd zijn. Wat ik even een beetje was op de date zondag, maar toen dacht ik van, je weet zelf man, ik ben de man hier. Ja, je weet toch. Je weet zelf, G. Je weet zelf, niffo. Proost. Proost, man. Wil je mijn fik en rik in je onthouden? Nee. Ik wil best een hapje van je broodje frikandel. Door een idee. Zo ja, even voor de Nederlands fans. Het zal meer geworden, het moet ook meer worden. Dit is ook ontstaan en nu vanavond omdat ik gewoon een beetje ging pushen. En track had. Ja, die luister, het is een Nederlands jongen, maar de Engels is hartstikke goed. En die begon ooit die ASMR kanaal. Lovely ASMR. Bizar, dat is gegroeid in de afgelopen 3 jaar. Weet je, in Engels. En ja, dat is die vol blijven houden. Maar ja, die moet wel aan zijn Nederlandse fans denken. De reden waarom ik heel veel Engels doe, is omdat ten eerste Engels. Voor mij is Engels na Spaans of Chinees. Het is erg top 10 in de wereld wordt gesproken, denk ik. Engels? Ja, Engels is wel. En Engelse video's krijgen gewoon de meeste views. Dat is gewoon een feit. Ja, maar kijk, dat heeft te maken met Engeland, Amerika. Voornamelijk Amerika. Ja. Kijk, veel Yanks naar de 54% van mijn kanaal is Engels. Is Amerikaans. Dat is Engels, ja. Maar ja. Dat gaan we zeker vaker doen. Niet alleen... mukbangs, maar ook... Serieuze ASMR. Serieuze ASMR, ja. Nou, dat kunnen we wel. Ik ook. Als je het wil. Als ik geen biertje op heb. Of whisky. Heerlijk. Dit is ook... Het is wel erg zoet, hè. Maar lekker. Ga niet lopen klagen, dames. Oeh. Heerlijk. Nou, ik heb hier... Twee hele erg ronde. Hele mooie labradors liggen, maar... Die hebben al gegeten. Ja, veel. Het zijn letterlijk kliko's. Geef ze wat en dan gaat het naar binnen. Maar ja, even voor de Engelse fans. Ik ga heel even over op Engels. Ik denk jij ook even. Doe maar. Dan weten ze wat de bedoeling is. So basically, my bad. We've switched over to a different language now. From Dutch to English. And some of you are probably wondering, what did you just say? We were talking about... Damn, Dutch again and no subtitles. What are you all doing? Should we put subtitles on this? We can try. You can do it, though. I don't know how easy it is to put subtitles on. I don't know. But I'll tell you what it converted you into. There was no English. You've got to do it manually, I think. Like typing in or something. I can try it. But just so you guys out there know, it ain't to this. The English-speaking fans. We just once in a while feel it's fair to go over to a full homegrown Dutch my home place video. Yeah, I mean he's both born, yeah. So it's just once in a while we do a Dutch video. And I really am gonna try and stick captions or at least subtitles to this whole little joke. So be patient and bear with us. Okay, click English out. Nederlands. Oh, lekker man. Zo, je hebt je hamburger niet op, man. Dat ga ik nog weer niet. Dat heb je niet, honger. Zo, ja. Die broodje frikandel. Die is altijd goed. Eigenlijk, weet je, hoef ik die burger niet. En als je maar 2 of 3 broodjes frikandel doet. En in je mond plop. Meer dan voldoende. Zo, met zoutje erbij. Zit er allemaal in je mandje. Goed ik het vraag, heer. Sluipschutter. Echt schitterend, jongen. Mooi, jongen. Wel koekoe. Echt heel droog, jongen. Wauw. Die flikkeren ninjas hier niet. Oké. Okay. Ik moet ook nog even zo gaan fietsen. Ja, moet je zelf weten. Wow. Wat is dat voor rare ding? Baby in de achtergrond. En een hond naast me. Zo, en een labrador. Hey. Ja, man. Ik voel me niet zo lekker. Ja, heerlijk, man. Je zit... Zit vol, dan voel je je juist lekker. Even, ik heb niemand gezien. Nee, dat is niet goed, man. Oh, lekker patatje, jongens. En waar is die zwarte?
is mijn zwarte labrador. Hier kan je. Twee hele blije honden. Die lusten ook een... Hoe kiep het dat niet? Zo. Ja, is die van jou op? Ja. Jammer dan. Asociaal. Mag een laatste slokje van mijn jongen. Heerlijk. Awesome. Echt lekker. Oeh. Dat was goed. Behoorlijk vol. Ja, die is echt goed. Twee hamburgers, ja. Ja, klassieke broodje frikandel. Je vraagt je waarschijnlijk af, waar heb je het allemaal gekocht? Dat zou ik lief willen vertellen, maar dan zou ik ook gelijk onze adres onthullen waar wij wonen en welke stad. Dus dat doen we lekker niet. Erg dichtbij. Ah, sommigen weten het al. Ja, maar dat zijn mensen die ik ken ook, weet je. Keep on guessing where we live. maak er een sport van. Nou, voel iemand als je peilders hekt, dan zijn we de lul. Ja, schijnt ook makkelijk te zijn. Nou, nah, belachelijk maar. Je bent de shark tegenwoordig, toch? Je bent nergens waar. Zo, en? Ik heb alles op. Jij hebt amper wat gekocht, ik ga je toch uit je moes nemen? Ja, jij hebt het van mij gekocht, daarom heb ik zo weinig. Nee, die hoef ik niet. Het redt een labrador, voor de labrador, een stukje hamburger. Dat vinden ze lekker. Nou, lekker leuk voor jullie. Nou, zo hoort dat, zo moet dat en we gaan zo er zeker meer van maken. Ja. Want ik overweeg om eerst maar iets van een Dutch teacher of something, of iets. Ja, even een een of andere rol krijpen als... Als onderwijzer of huisarts of chirurg. Ik dacht ook aan een tandarts. Tandarts, dat kan ook. Maar joh, laat me even in de comments wat weten. Ja, jullie kunnen op deze kanaal... Commenten voor een of andere manier. Ja, comments. Hallo, wat zijn comments op zijn Nederlands? Reacties. Berichten of reacties achterlaten. Maar op de hoofdkanaal heb YouTube alsnog... Uitgeschakeld. Ja, die hebben ze... Ja, plat gegooid in verband met bescherming van minderjarigen. Bullshit. Gewoon gezeik. En ja, het is wel erg jammer, want vorige week ging de commentaar weer draaien. En we hadden echt 1500 comments op twee video's. Berichten binnenkomen op twee video's. Mensen waren blij dat ze konden berichten achter konden laten. Ik kon connecten met Keegan en al dat gedoe nu, 2,5, 3 dagen verder. Nee, 6, 7 dagen later. Was het een week? Ja. Hup, ineens weer plat. Ja, comments disabled. YouTube, thanks a lot. Keep pulling this shit off. En echt, je bent een keertje gewoon van... Ja, sorry, Engels-Nederlands. Dan ben je echt een keertje heel veel klanten kwijt. Nou, hier moeten ze echt wat aan gaan doen. Maar weet je wat, genoeg gezegd over comments. Want het klinkt wel erg vaag, maar dit heeft ook heel veel effect op een inkomen. Ja, niet alleen je inkomen, maar je groei. Want dat persoonlijke contact is er niet meer. Het gaat om het connecten, maar ik heb op mijn Snapchat gezegd dat dit echt een beetje communistisch is wat ze doen. De vrijheid afnemen op een vrije platform waar mensen recht hebben. Ze proberen die gastjes te beschermen. Ja, maar voor wat? Met ons bijvoorbeeld, ik heb YouTube per e-mail, per brief online benaderd. Van luister jongens. Ik beheer deze kanaal voor hem. Ik check letterlijk elke beetje commentaar die binnenkomt. Bla bla bla. Ik blok de nodige als het moet. Ik ben verantwoordelijk voor deze kanaal. Of voor het kanaal van Keegan. Maar dat interesseert ze geen bal. Misbruik van de kracht gaan. Echt, het interesseert ze niet. Net een stelletje robots bij YouTube af en toe. Maar fijn het ook eigenlijk. We gaan het zien. I was, sorry, just a bit of English there guys. I was explaining to the Dutch fans that... You know, once again, I know it's an old story, but what YouTube did by disabling the comments on the main channel, and we just hope to get this shit together. Okay, maar weet je wat? Genoeg gezeik over berichten en comments. Eten was lekker. En ik kan je nu vertellen, ja, we zijn in België geweest, we zijn in Duitsland geweest, in Zuid-Afrika geweest, in de Maldiven, we zijn in Amerika geweest. Nee, ik niet. Jij was niet op de Maldiven, boeiend. Maar het was 2011. Nergens kan je dit soort eten... Overal op straat. Volgens mij bestaat dat niet eens in Oost-Blokland. Ja, maar niet zoals wij het kennen. Ja, dat weet ik veel. Het is allemaal radioactief in Oost-Blokland. Sorry. Oké. Ik ben klaar met met ouwe hoeren. Ik ga zo lekker fietsen. Ik laat het over aan The Man. Begrijp je? I'm exiting. Kick us down. Ciao. Ah ja, toch. Eind! De tunnelrat is weggegaan.
Hey, dus ik ga deze video beëindigen, man. Ik vond het wel leuk. Zoals je alvast weet, ik ben een beetje speed. Ja, ik ben aan het gewicht heffen. Dat is niet zo goed, die je weet zelf. Ik moet even mijn flow in de... Ja! Dus, anyways. Follow me on my Snapchat, man. Kier9853. Follow me on Instagram, @lovelyasmrs. Volg me op Instagram trouwens. Ik heb 18k, dus ik wil de 20k. Heb je me gehoord? Thanks. Nee, maar erg leuk dat jullie deze video bekeken. Laat sowieso een duimpje achter. Duimpje? Laat een reactie onder de video's. En ik zie jullie in de volgende mukbang. En de nieuwe ASMR video die in 2 dagen komt. ASMR, what's in my backpack of schoolbag. So, peace out y'all for checking in. See you next time.